Deventer Adelaarshorst. En daar wordt al bijna in eigen goal gescoord door Witbaard naar die dieptepaas. Het wordt wel een hoekschop. Heel belangrijke wedstrijd overigens voor Go Ahead Eagles. Want winst betekent een beste kans op die vierde plaats. En die kan uiteraard nog steeds UEFA Cup voetbal inhouden. Bak. Geurts kijkt naar zijn grensrechter of hij een overtreding heeft gezien. Was niet het geval. Vandaar dat Feyenoord door mag gaan. Troost. Voskamp. Zoveelste botsing en dat pas na 14 minuten. Nu wat ruimte voor Ben Wijnstekers. Duut. Moeilijk aangespeeld. Duut komt er goed uit via dit paasje op Stanley Brart. Duut, Brart. Trekken. En dan is daar Veldmaten. Even de weinige redelijke aanvallen tot nu toe die lekker doorloopt. Brart op Duut, die erg vaak aan de bal is. En goed, bal trekken. Gullit komt er dan niet aan. Kruijf krijgt misschien ruimte voor een schot. Nee, dan is daar Witbaard, die felle linkervleugel verdedigen. Sprintduel tussen Smol en Nielsen. Met het risico van een blessure. Wijnstekers. Michel Boerenbach. Dit is Nielsen. Het gebaar van waar moet ik met die bal naartoe. Komt dan toch weer bij Duut. Die opvallend goed voetbalt. Duut. Maar dan werkt Hoekstra die 1-2 niet goed af. Wijnstekers. Valt en er is niets aan de hand. Bal bezit Go Ahead Eagles op rechts via Boerenbach. Buitenom komt Schrijver. Smol wil die bal dan hoog hebben. Nu wordt het alweer ingewikkelder. En dan in zijn zenuwen struikelt Michel Boerenbach. Kruijf. Verpaast op Wijnstekers. Schot Wijnstekers onverwacht op de lat. Goed schot van Ben Wijnstekers over een groot aantal meters. Jongbloed beoordeelde die bal verkeerd. Kon ook in feite niet anders. En Go Ahead Eagles komt goed weg. Wordt wel een hoekschop. Hoekschop Ruud Gullit. Hoekschop Ruud Gullit voor Feyenoord. Ingekopt. Goede kopbal van Houtman. Dat hoekschop getipt door Jongbloed. Ingooi bracht aan Duut. Johan Kruijf mag weer helemaal vrij die bal aannemen. Veldmaten en Bak. En dan zijn er drie Go Ahead Eagles spelers en die kunnen met heel veel moeite Kruijf stuiten. Maar het lukt. Nielsen, Hoekstra. 1 minuut voor rust, André Hoekstra. Nu een doelpunt tegen moet ontgoochelend zijn voor Go Ahead Eagles. Gullit. Ruud Gullit. Mooi hoor, trekken nog. Ja, daar gaat hij hè. Nee, Houtman te laat. Jongbloed met zijn zoveelste goede redding. Buitenom komt Wijnstekers. Kruijf. Deze paas op Gullit. Jongbloed nog net snel reageren met de rechtervuist. Het wordt een hoekschop. Hoekschop Ruud Gullit. Duut is ook mee naar voren gekomen. Troost. Opnieuw Gullit. Gullit, heel makkelijk langs Voskamp. Troost. Van de Korput en Ruud Gullit. Goede aanval van Feyenoord ditmaal. Johan Kruijf. Kruijf en Brat daar in de buurt. Brat maakt een overtreding.
En dan gaat die bal voorlangs. En dan komt Goat Eagles goed weg, maar Brad maakt een overtreding. Zodat de Goat Eagles verdedigers niet aan die bal konden komen. Brad gepaast op Troost. Gullit en Woutsma. Gullit. Nou, je kan lichtjes aan obstructie denken, maar Geurts vindt het niet. Voskamp. Boerenbach en Duut. Van de Korput. Inzet is groot aan beide kanten. Dat moet wel even benadrukt worden. Je ziet het ook aan de duels die de heren uitvechten. Smol die achter een verdwaalde paas aanliep. Houtman en bedankt, zegt Voskamp. Eddie Bosman, weinig van gezien. Die kopbal is goed. Boerenbach. Hoekschop voor Go Ahead Eagles. 12 minuten onderweg in de tweede helft. Woutsma. Boerenbach op rechts op Woutsma. Schrijvers was in de buurt voor een combinatie. Nou, wat gelukkig. Schrijver. Terugtikken. Woutsma. Over. En voorlangs. Hiele, inmiddels al 13 minuten gespeeld in die tweede helft. Goat Eagles wat uit die omklemming van Feyenoord. Hoekstra. Bereikt dan Gullit. Ruud Gullit. Schot! Geweldige reactie van Jan Jongbloed. Troost. Troost en Smol. Troost sterk, die zich niet van die bal duwen door Mike Smol. Cruijff. Cruijff met een goede passeerbeweging langs Veldmaten. Brad. Trekken. Goal. Brad. Brad scoort in de 21ste minuut na een goede paas van Johan Cruijff. Een 0-1 stand hier in Deventer dankzij Stanley Brad. Vrije schot. Boerenbach. Naast gekopt door Mike Smol. Een unieke kans op een 1-1 score in de 23ste minuut van de tweede helft. Veldmaten. Is niet slecht. Smol. Voskamp kan die bal binnenhouden. Hans Voskamp. Smol. Goal. Een doelpunt van Henk Veldmaten. Smol was daar nog bij die hinderde en Veldmaten liep de bal in de goal. En het is 1-1 geworden in de 29e minuut van de tweede helft. Je ziet daar de twee Feyenoorders, Gullit en Troost. Witbaard. Opnieuw Witbaard. Smol, doet hij knap, Smol. En dan gepakt. Door Hiele, goed werk van die centrumspits van Go Ahead Eagles. Johan Cruijff. Brad. En Cruijff. Voorzet. Houtman voorgekopt. Omhaal van Duut. Goed werk van Houtman. Probeerde Duut te bereiken, lukt ook, maar die schoot over. En nu is er ruimte voor Hoekstra. Nou, wat heet ruimte? Gullit. Op links lopen een aantal Feyenoorders vrij. Gullit gaat dan zelf door. Gullit schot. En dan is